We zijn hier bij de Zwanenbloem in Zwaanshoek. Het is een prachtige school. En zij hebben een verzoek ingediend voor een donatie om een schoolplein, nieuw schoolplein, hier aan te leggen met verschillende faciliteiten. Ze hadden alleen een tegelplein. Nou, nu is er een basketbalveld, je kunt er voetballen. En het plein dat er ligt nu is zodanig gemaakt. Als het vriest in de winter, spuiten ze het onder met water, kun je er ook nog een beetje schaatsen. Daarachter kun je klimmen. Nou, we hebben een aanzienlijk bedrag bij mogen dragen. Ja, het was een geweldig bedrag. Dat was 35.299 euro. Ja, voor ons betekent het dat de droom die we hadden om echt een groene school te zijn, echt te kunnen realiseren. Het plein was nog echt één kaal plein. En met ook de buitenkant volledig te vergroenen en allerlei leuke speelelementen voor die kinderen te creëren met natuurlijke materialen, is het helemaal af. Het voldoet helemaal aan onze criteria. Het is duurzaam, het brengt mensen in beweging, het stimuleert mensen om te bewegen. Je ziet toch steeds meer dat kinderen met de iPad en de Nintendo en weet ik veel wat steeds meer binnen blijven zitten. Doordat we zoveel meer verschillende gevarieerde speeluitdagingen hebben, zijn de kinderen continu bezig. En zie je een uur nadat de school uit is nog steeds een hoop kinderen hier staan spelen. In de stad waar ik ben opgegroeid zat ik ook op een zwanenbloem. Dat was een zandbak met vier schepjes en dat was het. Maar kijk even naar het resultaat. Het ziet er toch gewoon hartstikke goed uit. Het is echt schitterend hoor. Het is echt fantastisch.